Mijn nieuwe vlog. Ah! Dat is Ellen. Woehoe. En ik ben René. En wij zijn wel weer onderweg naar huis. We hebben een dag achter de rug van werk. Ik had me verslapen. Ellen die zo heel stiekem zo om het hoekje komt kijken. Ah! Chicky. Oh yeah. De Van Ginkel. Dat was de beste. We weten niet wat voor... Wat er werd gegeven? Nee, maar het was gewoon sowieso is dat dan het beste. Nou, vanochtend kwam, kwam Ellen dus zo, even zo om te kijken van... Chicky, je moet er nou wel echt uitkomen. En toen had ik nog maar 10 minuten. Maar dat redt ze gewoon. Doe ik gewoon, Speedy Gonzales. In 10 minuten is ze gewoon up and running. Maakt allemaal niet uit. En het zonnetje zelf kan schijnen. Make-up, heerlijk. Douchie, alles had ze gedaan hoor. Bam. Dat doen we gewoon. Ze is gewoon door de tijdmachine gelopen. Dus we gaan nu terug naar in de auto, terug naar huis. Ja. En met piepende banden. Met carpool karaoke. Kijk, ik doe de lip sync. Ja, precies. RNA zingt. En de moves. De moves. Nou, dat dus. Pas op. Silizaal. Met eten dan, baby. Ik heb een cheat day. Pastei. Een cheat day. Cheat day? Ja, moet kunnen. Heel de week zo goed gedaan. Selamat makan. Selamat makan. Ik ben bij Square. Een heel lief cadeautje gehad van Elena, van mijn zus. Voor een paasleus. We hebben vanochtend lekker geluncht dus bij Ocean Square in Scheveningen.
heel lief een lunch gehad van Elena, zijn zus. En we zien haar dadelijk ook. Ze is heel hard bezig met shakes, want ze krijgt binnenkort een gastric bypass. Spannend en ook heel zwaar voor haar natuurlijk, logisch. Dus we gaan er een gezellig middagje en avondje van maken. Dag dames. Hoi. Wat zijn we aan het doen? Just dance. Just dance. Waar zijn fiets? Jullie zitten niet op een fiets. Ja, maakt niet uit. Oh. Ik ben zelf. Cool. Hup. Wie is er beter? Wie is de beste? Wie is de beste? Hallo? Zijn jullie geconcentreerd of zo? Ja. Ja, er zijn wel 10 punten voor originaliteitsbewegingen hoor, Nienke. Kijk, het kroontje. Ja, heel goed. Ja, prima uitstraling hoor. Kijk, bonuspunten, Esmee. Ik heb een kroontje. Een kroontje, ja. Hoppa. Voetjes van de vloer. Zit je lekker, Mo? Hè? Hebben we de balkon weer gezellig gemaakt? Vind je dat ook? Lekker buitenverwarming. Gezellig, hè? Zeker weten. Eerste zomerdag van het jaar. Heerlijk. Kan gewoon niet beter. Zo. Ja, we zijn natuurlijk een beetje in een... Oh my god, poepie. Die moet echt weg zijn hoor, hey. Ik heb er ook de hele tijd aan gezeten. Ja, in de hoop dat hij er gewoon uit gaat komen. Want jongens, even serieus. Ik heb zaterdag een bruiloft. En dan kan ja, die kan daar... Die gewoon mee. Nee, die hoeft niet mee, die, mee te doen. Die heeft ook een uitnodiging gehad, denk ik. Oké. We gaan zo eventjes skypen of facetimen, whatever, met Elena. Want die heeft morgen haar operatie voor de gastric bypass. Spannend. Ja. Yeah. En even polshoogte nemen of alles nog goed met haar gaat. Spannend. Ja. We hebben er... ze heeft de afgelopen weken wat filmpjes gestuurd over hoe ze de weg naartoe beleefd heeft. Ze heeft hier ook over een blogje, Mama Vertelt. Daar schrijft ze ook het een en ander over haar leven en wat ze tot nog toe in de, of tot nu toe in de 36 jaar allemaal heeft meegemaakt. En nu is voor haar de dag dat ze de gastric bypass krijgt. Dat is natuurlijk super heftig. Ik ben benieuwd hoe ze zich voelt. Ja. Dus we gaan er zo meteen eventjes skypen, want Tilburg is nou niet om de hoek. En ik heb vandaag niet de kans gezien om er naartoe te gaan. Dus gaan we even skypen. Even kijken hoe ze zich voelt. Hoe ver ze is. Ze is net al in het ziekenhuis opgenomen als het goed is. En zijn nu denk ik de voorbereidingen aan het treffen. Bloeddrukje meten, gewicht meten, al dat soort dingetjes. Ja. Oké. We gaan even bellen. We gaan bellen naar Tilburg. Nee, naar Belwijk of Tilburg. Weet hij niet. Maar even na. Ja. De patiënt ligt er klaar voor. En we gaan eens even kijken hoe ze zich voelt. Ja. Hij gaat over. Oh my god. Kijk lekker weg zo'n film. Popcorn erbij. Ik zie jullie. Oké. Okay. Hey. Hoi. Hoe is het met jou? Ik ben heel zenuwachtig. Ja, snap ik. Morgen vroeg word ik om 6 uur wakker gemaakt. Oeh. Om 6 uur.
En dan mag ik nog even uitgebreid. Dan mag ik nog even lekker gaan douchen om 6 uur 's morgens. Ja. En dan krijg ik zo'n heel mooie pyjama. Ja. Zo'n mooie short. En dan ga ik naar beneden. En dan word ik zeg maar rond 8:30, 9:00 gaan ze beginnen. Ja. En dan de operatie duurt 1,5 uur ongeveer. 1,5 uur maar? Maar, ik vind best wel veel. Lekker slapen, jij slaapt gewoon lekker, joh. Zou je eens even kunnen vertellen wat, wat je allemaal hebt moeten doen om eenmaal zover te komen dat je dit nu gaat krijgen? Want je hebt natuurlijk heel veel geprobeerd op eigen kracht af te vallen en een hele hoop gepraat met van allerlei instanties en zo. Ik heb dus in mijn jongere jaren heb ik door allemaal persoonlijke omstandigheden en zo heb ik bulimia ontwikkeld. En daardoor ben ik eigenlijk ook suikerverslaafd geweest. Geraakt bedoel ik. En daardoor ben ik ook dikker geworden. En op een gegeven moment ben ik ook aan het proberen geweest om af te vallen. Allerlei soorten diëten en smeerbakker en eigenlijk van alles. Shake dieet en allerlei dure Herbalife en allerlei allemaal dure pilletjes en shakes en zo geprobeerd. Maar dat ging eigenlijk van kwaad tot erger. En die bulimia die was eigenlijk ook nog in mijn achterhoofd. En toen ben ik in 2014 dacht ik. Nou, ik ga daar eens even eerst aanpakken. En toen heb ik bij de GGZ heb ik een therapie gevolgd, een half jaar lang, een groepstherapie. En daaruit, het is eigenlijk zelfs door therapie die mensen met anorexia krijgen. Alleen voor mij was het dus bulimia. Ja. En dat was in een groep van 8 vrouwen. En daar heb ik eigenlijk heel veel geleerd. Waarom je eet, waarom je een eetbuien krijgt, zeg maar. Het verschil met mensen die geen bulimia hebben of een andere eetstoornis is. Die mensen, die kunnen denken, ik ga nu lekker een pak koekjes eten. En die eten gewoon een heel pak koekjes op. Of die pakken 1 koekje en die eten daarna vervolgens een heel pak koekjes op. En ik was al bezig, 's morgens, om mijn eetbui te gaan plannen. Voor de avond daarna bijvoorbeeld, of voor dezelfde avond die dag, of 's middags. Dus dat is zeg maar het verschil van mensen met een eetstoornis of zonder eetstoornis. Maar goed, daar heb ik heel veel aan gehad, aan die therapie. En ik kan wel zeggen dat ik toen bijna 10 kilo ben afgevallen. Ja, dat weet ik wel. En van 3 keer op de weegschaal per dag ging ik 1 keer per week op de weegschaal staan. Dus het is heel goed gegaan eigenlijk. Daarna heb ik nog wel een terugval gehad. Toen was er een vriendin van mij geopereerd aan een gastric bypass. Ik dacht altijd, mensen die dat hebben gehad, die hoeven daarna helemaal niks meer te doen. Die vallen gewoon vanzelf af of zo. En zo. Maar daarna begon het bij mij ook wel te dagen. Alleen ik was zeg maar niet te zwaar genoeg. En want ja, in Nederland is het een beetje krom. Je moet eerst heel veel bewegen om BMI te hebben van 40. En vervolgens daarna moet je weer gaan afvallen. Dus gelukkig is het gelukt. Ja. En morgen is het zover en gaat alle spanning tot het ultieme knooppunt komen dat de gastric bypass uitgevoerd gaat worden. En we gaan je natuurlijk ontzettend steunen. En weliswaar op afstand af en toe, maar we zijn morgen in Tilburg. Dus we komen gewoon eventjes kijken als we er de tijd voor hebben. En anders komen we je gewoon heel snel opzoeken. Ah, dat vind ik hartstikke lief. Dus onwijs veel sterkte. We bellen morgen. Ja.
We denken aan je. Heel veel sterkte. Love New you. Beginning. Love you. Love you. Doei. Doei. Ja, spannend allemaal. Ja. Ik heb daar gewoon popcorn te eten. Ja, dat was inderdaad niet zo heel. Zo niet nagedacht ook gewoon. Echt fucking slecht. Dat is niet heel lief inderdaad. Maar ze hadden geen honger, zei ze. Dat vond ik wel knap. Want ja, ze dacht, ik heb niet zo'n honger. Ze is vooral zenuwachtig, denk ik. Nee, ik heb niet zo'n honger. En daardoor ging ze niet eten. Dat is wel eigenlijk juist wat ze moet hebben. Ja. Want natuurlijk heeft ze niet altijd honger, maar in je hoofd. Ja. Ik ben bezig met eten. Ik ben de ochtend als ze wakker werd al wanneer ze een eetbui kon plannen. Zelf. Ja, en ze is nu 35, dus dit speelt gewoon al vanaf de 16. Dus dat is ruim 20 jaar. Ja. Ja, ze heeft het niet makkelijk gehad. Nou, we steunen daar en we hopen jullie natuurlijk in de loop van de tijd ook gave before- en after-foto's te maken.